Inge, jij bent sinoloog. En ja. Wat is jouw ervaring met China? Wat is mijn ervaring met China? Ja, dat zal wel heel veel zijn. Het is je vak. Ja, het is mijn vak. Hè. Ja, nou ja, mijn ervaring met China is, ik kom er al heel erg lang. Ik heb natuurlijk de taal en de cultuur gestudeerd. En uiteindelijk er mijn werk ook helemaal van gemaakt. Wat ook niet altijd even zo vanzelfsprekend is als je de Chinese taal en cultuur gestudeerd hebt. Maar ja, ik heb kans gezien om er mijn werk van te maken. Met name op het culturele vlak. Culturele uitwisselingen. Het overbrengen van wat is China eigenlijk voor een land? En daar zijn, hoe moet je omgaan met mensen? Maar ja, wat is het? Wat is het eigenlijk voor een land? En er valt heel veel over te vertellen op heel veel verschillende vlakken. Ik schrijf er ook over. Ik ben daar op heel veel verschillende manieren eigenlijk mee bezig. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat ik die kennis kan overdragen van wat is China? En dan komt dus Vincent. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Dat was met een ander project eigenlijk. Dat ging over campings en kamperen in China. Want dat is ook een booming business. Kamperen in China. Ja, maar dat is weer wat anders. Ja? Maar zo brengt het je alle kanten op natuurlijk. Ja. Maar daar hebben wij samengewerkt. Vincent heeft een marktrapport geschreven over die markt, over de kampeermarkt. En zo kennen wij elkaar. Want ik heb hem daarbij geholpen, samen ook met Jianjun. En uiteindelijk kwam Vincent bij ons met de vraag of we meer lokaal, zeg maar, voor het NAJK, voor de studiereis van het NAJK, bedrijven konden vinden die echt puur Chinees waren. En daar hebben we ons opgestort. Met name Jianjun, die heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Via social media is hij een soort zoekactie begonnen. Wat uiteindelijk ook veel respons heeft opgeleverd. Maar ook een enorm netwerk uiteindelijk heeft opgeleverd. Van allemaal partijen die in China, de Chinese ondernemers, agrarische ondernemers. Is China immens groot? Ja. Hebben jullie geconcentreerd op een bepaalde regio? Nee, eigenlijk niet. Want dat is de social media gaat natuurlijk door heel China heen. Ja. Dus je kunt je daar geen beperkingen op leggen. De contacten liggen nu ook door heel China eigenlijk heen. En dat merkten we ook tijdens het bezoek van de NAJK. Hebben we een meeting georganiseerd met het NAJK en Chinese ondernemers. Ja. En daar kwamen mensen speciaal vanuit de provincie Yunnan, hoofdstad Kunming. Nou, dat is echt duizenden kilometers verderop. Maar die zijn toen speciaal gekomen. Ja, omdat ze echt heel erg geïnteresseerd waren in de kennismaking. Ja. Dus dat bleek dan eigenlijk al. Dan heb je een soort mini-congres georganiseerd. Ja. Met presentaties vanuit Nederland. Met een aantal presentaties vanuit het NAJK. Dus een aantal deelnemers van die studiereis die hebben verteld over hun bedrijf. Maar met name dus ook hoe het eraan toe gaat. En dat was voor de Chinese ondernemers heel interessant. En ook een aantal Chinese ondernemers hebben zichzelf gepresenteerd. En daarna hebben we kleinere groepjes gemaakt en zijn we onderling gaan praten. Nou, dat is interessant. We gaan, daar word je helemaal blij van. Ja. Dus dan gaan we naar Pharrell Williams luisteren. Hier komt Happy.